Yo mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van de Fellowship. Ik hoop dat jullie er veel zin in hebben, want vandaag gaan wij superveel doen. En jullie hebben de 1500 likes echt net aan, maar ook echt net aan gehaald. Dus jongens, vanaf volgende week rond dinsdag, woensdag gaat het beginnen. Dan gaat de Fellowship week beginnen. Gaan we gewoon elke dag als bonusvideo een Fellowship videootje uploaden. Wat natuurlijk super vet is, tenminste voor de mensen die van het Fellowship houden. En ik neem aan dat iedereen dat is die dit kijkt. Ik zou zeggen, smash even die like erop, omdat het eraan komt, jongens. Het zal super tof zijn als wij minimaal de 1000 likes weer gaan halen. Het is avond, dus het is best wel... Wel, ik wil niet zeggen lastig, het is best wel gevaarlijk om daar nu naar beneden te gaan. Want ja, we waren hierboven natuurlijk geëindigd. En jullie zeiden ook van, ah Sam, come on, waarom ga je gewoon niet even 2 minuutjes nog verder even daar checken? Maar dat gaan wij vandaag doen. Wij gaan vandaag even naar dat kapot huisje, neem ik aan dat het is. En we gaan even kijken wat we daar kunnen vinden. En ik heb serieus werkelijk geen flauw idee wat we daar kunnen vinden. Wat is dit? Marigold. Marigold. Wat hebben we aan Marigold? En jullie zeiden ook van, Sam, als je dingen vindt, ga het even opzoeken wat je daaraan hebt. En dit is gewoon orange dye. Is heel erg makkelijk, niet echt iets bijzonders. Is gewoon orange dye. Dus dat hoef ik in principe niet echt mee te nemen. Alleen als ik heel veel dye wil gaan verzamelen. Dat is marble. Oké, daar hebben we ook niet super veel aan. Maar we zien daar in de verte, zien we wel wat speciaals. En ik weet ook niet wat het is. Dit is allemaal nieuw voor mij. Ik weet wel dat je een paar dungeons en een paar ruïnes hebt hier in de buurt. In Middle-earth dan in ieder geval. En er kunnen allemaal verschillende monsters zitten. En zoals hier ook. En als het goed is ben ik hier nog geen vijand mee. Als het goed is. Voordat ze me gaan aanvallen. Dit zijn Gundabad mensen. En Gundabad... waar lag Gundabad ook alweer? Gundabad lag... in godsnaam... Hier als het goed is boven? Was het Gundabad? Was hier Gundabad? Ik dacht dat hier Gundabad was. Oh ja, Mount Gundabad. Dat is inderdaad hier. Ze komen hier vandaan. En ze zijn nu hier aan het chillen. Hier is Gundabad, Mount Gundabad. En hun zijn hier aan het chillen. Nou, we gaan even kijken wat we hebben. Een Golden Goblet. Oh my god. Een Golden Alehorn. Nice. Een Bronze Axe. Dan hebben we niet echt nodig. Kompas, dat is fijn om mee te nemen. Een Crossbow bolt hoeft ook niet. Een Golden Goblet. Ik denk dat het alleen een Golden Goblet gewoon leuk is om een chill om te hebben. Ja, je kan er inderdaad juice in doen. Nou. Niet zo superveel aan. Maar we kunnen ervoor kiezen om deze orks te gaan vermoorden. Te gaan verslaan. Oké, dat kunnen we doen. Maar dat gaan we nog niet doen. Want ze zijn redelijk sterk. En ze zijn ook gebufft. Deze dude heeft strength en speed en dergelijke. Dus we laten ze gewoon nog voor nu even alleen. We hoeven ook nog helemaal geen ruzie of weet ik veel wat mensen te hebben. Dat komt later wel, want nu ik dit hier kijk, anders, als ik ze ging aanvallen, dan vallen deze mij ook aan, vallen die mij ook aan, vallen die... Dan vallen ze allemaal mij aan, oké? En ik heb geen zin om nu dood te gaan. Maar we gaan daar even kijken, want dat is, neem ik aan, van Gondor. En als Gondor daar is, is het super vet. Want laten we eerlijk zijn, Gondor is natuurlijk gewoon het vetst wat er is. Rohan is eigenlijk het vetst wat er is, voor mij persoonlijk. Wat vinden jullie het vetste, jongens, qua ras hier in The Lord of the Rings. Of qua plek. Ik vind dit het vet, toch wel. Helms Deep, samen met... fuck, waar was hij ook alweer? Ik weet niet meer waar die ligt. In ieder geval Rohan. Rohan, hier. Rohan, dat is voor mij toch wel echt het vetste. Maar we gaan hier even naar boven. En hoe we hier naar boven komen... Heb ik ook echt werkelijk geen flauw idee. Echt niet. Ik denk maar gewoon hakken. Oké, let's go. Oké, dus we zijn nu al 3 lagen daarboven. En ik heb nog helemaal nog niks gevonden. Wat een beetje een anticlimax is. Een beetje heel erg jammer. Wellicht vinden we nog wel wat. Maar ik heb het gevoel dat we hier gewoon... Dat dit gewoon een toren is die gewoon kapot is gegaan. En dat hier gewoon zelf helemaal niks meer is. Dat is het, denk ik. Maar wellicht is hier boven wel wat. En we gaan even kijken. Ik hoop niet dat er ineens een eindbaas is die hem ineens naar beneden nokt. Oh, er is wel een chest. Wat is dit? Een stone chest. Met 2 skeleton skulls erin. En silver coins. En gold. Wat een hele rare... Wat is dit? Ik begrijp niet echt wat dit is. Dit is een beetje vreemd. Kijk, daar hebben we dus nog een toren. Maar dat is denk ik alleen maar gewoon echt een random ass toren. Voor de rest heb ik trouwens een waterbucket mee. Ik denk helemaal niet dat ik een waterbucket mee heb of iets dergelijks. Dus dat is ook een beetje jammer. Misschien zit hij hierin. Nee, oh, ik had hier wel gewoon blokken in. Dus dat kan ik beter gaan gebruiken. Dit gooien we even weg. Hoppakee. En wij gaan even daar naartoe. Want ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar daar is ook nog wat. Alleen dan moeten we eerst helemaal naar beneden. En laten we eerlijk zijn, makkelijk naar beneden is er maar één manier voor. Gewoon heel veel damage krijgen en niet doodgaan, alsjeblieft. Ah, there we go. Oké, we zijn gelukkig niet doodgegaan. We gaan daar even checken. En dat is vlakbij. Wat was nog deze kant op? Uh-oh. Als het goed is, was het deze kant op. Ik weet het niet meer 100% zeker. Oh, kijk, ja, daar is het huisje. En dit zijn gewoon bricks. Dit zijn gewoon random bricks die hier liggen. Ik zie er ook helemaal niks in. Alleen gras. Wat is dit? Een brick pillar. Voor de rest, helemaal niks speciaals zoals je al ziet. We kunnen... als je naar beneden gaat, dan kom je ook helemaal niks speciaals tegen. Wat een beetje een anticlimax is. Wat een beetje jammer is. Maar dat maakt niet uit. Want ons quest vandaag natuurlijk was om naar Bree te gaan. Of naar Brandy Hills bedoel ik. Ja, uiteindelijk naar Bree natuurlijk. Maar uiteindelijk... tenminste, lopend naar de Brandy Hills. Daar willen we heel graag naartoe. Dus dat is ook gewoon nu wat we gaan doen. We gaan terug naar The Road. En we gaan kijken of we naar Brandy Hills kunnen gaan. En uiteindelijk naar Bree kunnen gaan. Dat zou natuurlijk super cool zijn. Dat daar, wat je nu ziet, is een heel goed teken. Oké. En dat weten jullie natuurlijk al. Als we daar naar beneden graven. Er kan een spin spannen. Ja, daar zijn ze. En het is een sterke spin. Ook nog. Ja, kijk, hoppakee. Ik krijg ook lekker veel damage meteen ervan. Dat is altijd heel erg naar. En we willen nu hem ook zo snel mogelijk kapot hebben. Yes, hij is kapot. Oké. Ik heb het gevoel dat we doodgaan, oké? Wauw. Hoeveel damage... Oh, we hebben een golden apple gevonden. Dat is heel erg fijn. En dat hebben we ook nodig. En een miniature red heart. Deze hebben we ook nodig. Oké, ik dacht dat er iemand aan zou komen. Jullie zeiden ook tegen mij van... Sam, waarom neem je eigenlijk je zadel niet mee? Zodra je dan iemand tegenkomt of een paard tegenkomt... of een pony tegenkomt, kan je hem meenemen. Ja, dat was eigenlijk een slim idee geweest. Dat was serieus een slim idee geweest. Maar dat heb ik niet gedaan. En er is hier ergens een merchant uit de Blue... Mountains. En ik zie daar in de verte zie ik ook nog wat. Dus daar gaan we even ondertussen naartoe. Maar er is hier een merchant gearriveerd. En als we die even kunnen vinden, dan kunnen we met hem gaan ruilen. En kijken wat hij heeft. Ik denk dat dit hem is. Nee, dit zijn gewoon random ass ork. Dit zijn nog steeds Gundabad ork. God damn it. Helaas kunnen we die merchant denk ik niet vinden. Misschien spant hij nog ergens vlakbij, maar ik denk het niet. Dus ik zie daar een tentje met licht. En ik zie daar een toren. En achter die toren is nog een toren. Dus we vinden in totaal 2 chesten. Tenminste, neem ik aan dat we daar 2 chests gaan vinden. Met items, met loot. Dus we gaan even kijken wat er allemaal in gaat zitten. En kijken wat we er allemaal uit kunnen halen. En dan pakken we even dit er meteen bij. Hoppakee. En dit is denk ik van Gundabad allemaal, toch? Ja, dit is allemaal van Gundabad. Dus we gaan even kijken, we gaan even allemaal, net als die buyweed seeds, is wel hartstikke leuk om mee te nemen jongens, maar ik heb er gewoon helemaal niks aan, oké. Deze blokken zijn ook heel vet om mee te nemen, uiteindelijk heb ik daar ook nog helemaal niks meer aan. Hetzelfde met gold en iron, dat heb ik genoeg van. Deze though? Nee. Wil ik hem meenemen? Wil ik hem meenemen, dat is de vraag. Dit zijn van de Rangers? Oh, dit zijn niet van een Gundabad. Dit zijn van de Rangers. Nice. Waar zijn ze? What up, bro? Yo, ik zie dat jij geld vast hebt. Kan ik... if you wish to... we moeten eerst hun vertrouwen krijgen om met hun te gaan praten. En met hun te gaan handelen en dergelijke. Nou, hebben we dat natuurlijk nog niet. Want we hebben nog helemaal niks gedaan met de Rangers of the North. Rangers of the North, die... I'm not sure waar die vandaan komen, eerlijk gezegd. Ik wil zeggen hier, maar dat is... De Dunedin. Ik ben er zo slecht in, hè. En de laatste keer dat ik Lord of the Rings heb gegeven is veel te lang geleden. Echt veel te lang geleden. Maar dat is met Aragorn en dergelijke. Die komen als het goed is helemaal uit het noorden. En dat is pretty cool. Waarschijnlijk zitten er nu echt mensen die vet veel weten van Lord of the Rings. En echt zo, Sam, je verneukt het hele verhaal. Je weet niet eens waar je over praat. Nou, ik kan in ieder geval wel zeggen dat klopt. Ik weet er niet alles van, oké. Ik weet niet alles van Lord of the Rings. En daar ben ik ook blij mee, want ik vind het leuk om elke keer weer wat nieuws te leren. Kijk, daar is ook dus een toren. Daar iets in de verte. Dus daar gaan we ook gewoon naartoe. En we vinden gewoon vet veel items. En vet veel van die Gondor torens. Ik denk dat het Gondor torens zijn. Gondor. Dat klinkt zo raar. Gondor torens. Gondor. Gondor ligt natuurlijk hier, jongens. Gondor. Oké, voor de mensen die het weten, ligt nog meer in het zuidoost. What the fuck? In het zuidoost in ieder geval. Dit zijn nog steeds Gundabad orks. Alleen, ik vind het zo vreemd dat... Oh my god, ze zijn aan het vechten. Met wie? Yo, mag ik nu items pakken, bro? Thanks, man. Ik weet niet wat je dropte. Maar dankjewel. Dit zijn Rangers of the North. Ja. Are you a friend of foe, dan? Friend of foe. En hier hebben we nog meer van die tentacus. Tentacus. Dus gaan we even kijken wat hierin zit, oké. Kool. Waarom alleen maar kool? Ik begrijp het niet. Maar dit is weer dus zo'n toren. Zo'n super grote toren. En wij gaan ook even hier naar boven. En kijken wat daarin zit, oké. En hier zit helemaal... Ah, zilver. Hier zit echt helemaal niks in. Niks belangrijks in ieder geval. Wat een beetje jammer is natuurlijk. Een klein beetje jammer. Hoe ver zijn wij nu... Oh, verkeerde map. Hoe ver zijn we nu van Brandy Hills? Niet zo super ver meer. We kunnen er ook even naartoe teleporteren. Maar dat duurt nog 2 minuutjes. Dus ik ga even hier nog gaan rond... Ik ga hier gewoon even chill rondlopen. Kijken wat we kunnen vinden. En dan teleporteer ik uiteindelijk daar naartoe. En kijken... Kijk wat we daar allemaal kunnen vinden. Ik denk dat we daar gewoon normale hobbits gaan vinden. En niet echt iets speciaals. Ik realiseer me net. Gundabad is van de Hobbit. De Battle of the Five Armies. Dat is de derde Hobbit. Dan kom je Gundabad tegen. Dan staan ze er ook als het goed is. En dan staat wie daar? Als het goed is, is dat Legolas en die chick. Ik weet niet meer hoe die chick heet. Die elfen chick. Als het goed is, kijken ze dan ook hier. En dan zien ze ineens een hele army uit Mount Gundabad komen. En die gaat natuurlijk naar Erbor. Want die willen Erbor ook hebben. Als het goed... Ja, dat is in de Battle of the Five Armies. Want de Five Armies. En Gundabad is daar één van. Dus ja, dat was ook zo. Gundabad komt... Die kom je niet tegen in Lord of the Rings. Maar die... Oeh. Oh, dat is gewoon een vogel. Maar die kom je tegen in de Battle of the Five Armies. Dus de Hobbit film. En wij zijn... Oh my god. Oké, ja. Precies. Wij zijn... we zijn momenteel bij Brandy Hills. Nou, Brandy Hills is helemaal niet speciaal. Er is echt niks speciaals aan. Of iets. Maar, waarom is hij licht? Waarschijnlijk zo'n Thaumcraft dingetje is dat. Maar hier is niet zoiets super speciaals aan. Maar het is wel onderweg naar Bree. En ik wil toch heel erg graag naar Bree. Dus we gaan nog een tijdje lopen. En kijken wat we natuurlijk allemaal tegenkomen. Want je vindt hier de raarste dingen natuurlijk. En zodra we bij Bree zijn. Dan is het echt tijd voor een goede ale. Voor een goed biertje. Oké. Want daar is, hoop ik, een grote stad. Tenminste, in de film is dat. Ik weet niet. Vorige keer toen ik Lord of the Rings speelde. De mod. Dan was het er niet zo. Dan was daar het niet. Maar misschien nu wel. Misschien na al die updates hebben ze daar wel gewoon een stad neergezet. En we gaan het gewoon hopen. Weet je wat me ook nog heel erg interessant lijkt? Om even hier naartoe te gaan. Naar Tolle Morwen. Laat het even weten of ik hier ooit een keer eens naartoe moet gaan, jongens. Misschien tijdens een livestream of iets dergelijks. Dat ik gewoon hier naartoe ga. Dat ik naar de Grey Havens ga. Of zijn die meer hier? Londeer. Ah, dat is daar. Ik dacht dat het hier was. Of is dat wel hier? Ik heb werkelijk geen flauw idee. Maar dat ik daar naartoe ga. Want dit is heel erg zielig, oké. Dit zit helemaal hier, helemaal alleen. En als het goed is in de boeken... Of in de boeken heb je daar ook heel veel, is daar ook heel veel gebeurd. En deze heeft een quest, wat wilt hij? Slee 29 high elves. Dat gaan we niet doen, oké. We gaan geen elfen verslaan. En denk je misschien van, Sam, jawel, moet je doen, want dan word je slecht. En dat is cool, oké, slecht is cool. Als jij de slechte versie van mij wil zien hier in Lord of the Rings, jongens. Ik heb er al een serie over gemaakt, oké. Ik ben al evil geweest. Ik heb al gewoon heel veel elfen vermoord en dergelijke. Daar is nog een toren. Daar gaan we niet naartoe. Ik heb genoeg van die Gondor torens gehad, oké. Dus daar gaan we niet weer naartoe. Gondor torens, jongens. Wauw. Daar hebben we al heel veel van gezien. En het is nou niet echt iets speciaals. En hier vinden we heel veel ringen. En een rare treasure. En een knowledge ring. Dus dat is hartstikke fijn. Of knowledge ring, een knowledge note eerder. Maar rare treasure. Een diamond. Een bottle of enchanting. Een golden chestplate. Enchanted Iron Boots. Heel erg fijn. Voor de rest. een beetje mager. Ik moet wel zeggen, nu we hier lopen en we zitten nog steeds wel in het Hobbit. Nou, eigenlijk niet. Dit is het Hobbit gedeelte. De Shire. En daar zijn we zijn nu in Bree Land al. Dus we zijn nu al in een... Wel in een nieuw plekje. En dit is eigenlijk een Roofed Forest Biome. Nou, ik zie geen forest. Dit is helemaal kaal. Maar dit is het plekje. Of dit is een plek wat gewoon... Nou, zoals je ziet, helemaal kaal is. En waar je gewoon lekker door kan lopen. En waar je heel veel kan zien. En wat ik heel erg fijn vind, persoonlijk. Maar het is geen mooi gebied. Laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, ik zou hier niet mijn huisje willen neerzetten en hier gaan wonen. Dat is best wel heel lelijk. Nou, hier hebben we weer zo'n Gondor toren. Daar gaan we dus niet in. We hebben er al... Oh, het is nieuwe dag. Zondag 30 Winterfilth Shire Reckoning 1401. Oké, interessant, interessant. Maar we kunnen hier naartoe, we kunnen erin. Maar we vinden helemaal niks speciaals daar. Dus dat ga ik ook niet doen. Het valt me op dat je heel veel van zulke bomen tegenkomt. En dat zijn als het goed is Thaumcraft bomen. Tenminste, het zijn normale bomen maar Thaumcraft, de mod Thaumcraft, spant die. Dus het is heel veel reis vandaag. Het is heel veel lopen vandaag, jongens. Er is ook echt, het is letterlijk alleen maar lopen. En ik denk dat we daar iets tegenkomen. Wat is dat? Ik weet niet wat dat is. Maar dat ziet er niet natuurlijk uit. En dat is inderdaad een toren van soort van. Want er staat iemand daarboven. What the fuck is dit, joh? Eerlijk, what the fuck is dit? Waarom staat daar een dude boven? What the fuck? Ik denk dat dit een glitch is. Maar we gaan even naar boven. We gaan even kijken wat die dude te zeggen heeft, oké. Want misschien is het wel een hele belangrijke manneke. Die hele belangrijke dingen heeft... En we gaan even tegen hem praten. Yo bro, wat doe jij hier, man? Dit is een Orc Chieftain. Dat is vet. Dit is een Orc Chieftain. En als we die vermoorden, dan krijgen wij heel veel punten. Maar dat gaan we dus niet doen. Want ik heb nog geen zin dat alle orken mij gaan aanvallen. Okay, want daar ben ik ook niet sterk genoeg voor. Maar interessant. Een beetje vreemd. Een beetje heel erg raar. In ieder geval, guys, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken van deze aflevering. Binnenkort komt er gewoon Fellowship Week. Ik hoop dat jullie er heel veel zin in hebben. Bedankt voor het kijken. Check jullie gewoon de volgende keer. Volgende keer zijn we bij Bree en dan gaan we ook gewoon weer terug. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Check de volgende keer weer. En later!